Hallo, ik ben Camille. Ik rij met een vrachtwagen. Vandaag wil ik je tonen hoe mijn bedrijf zijn steentje bijdraagt aan een betere mobiliteit door trailers te vervoeren via de Vlaamse waterwegen. Ik breng een lading naar een Vlaamse binnenhaven. Ik kom aan bij de terminal van de haven. Hier meld ik me aan bij het aanwezige personeel. Die wijzen mij een parkeerplaats aan voor mijn trailer en geven me mee waar mijn volgende trailer staat. Ondertussen meert een binnenschip aan bij de kade. Het is een dubbeldekschip. Zo kan er 2 keer zoveel vracht mee. Via de roll-on-roll-off ramp haalt een terminaltrekker alle trailers van het schip. Om snel en veilig te werken, kan de bestuurder van de terminaltrekker zich helemaal omdraaien in zijn cabine. Handig toch? Ik koppel een nieuwe trailer van het binnenschip aan en breng hem naar zijn bestemming. Zo moet ik maar een kleine afstand afleggen. Mijn eerste trailer wordt samen met alle anderen heel precies op het schip gezet. Er gaat geen plekje verloren. Zo'n grote lading over het water vervoeren vermindert de druk op de Vlaamse wegen. Zo staan we met z'n allen minder in de file. En ook het milieu vaart er wel bij. Trailer on barge is een mogelijk alternatief voor wegvervoer. In de volgende haven worden de trailers van boord gehaald. In de ophaalzone wachten ze op verder transport. Daar kan mijn collega aan de slag. Net als ik zal hij eerst de aanmeldingsprocedure moeten doorlopen. Zodra hij alle nodige documenten heeft ontvangen, zet hij de trailer bestemd voor de terminal op zijn plek en pikt een nieuwe lading van het binnenschip op. Nog even aankoppelen, alle gegevens controleren en hij kan op pad om de trailer netjes op zijn bestemming af te leveren. Met veel minder file en vrachtwagenkilometers. Allemaal dankzij Trailer on Barge.